Voorafgaand aan het duel was de vraag wie dit seizoen de doelpunten zou maken voor Vitesse. Want topscorer Wilfried Boni vertrok deze zomer uit Arnhem. Boni is natuurlijk weg. Wie moet nu de doelpunten maken? Van Ginkel. Maar Marco van Ginkel vertrok natuurlijk ook deze zomer bij Vitesse. Dus nogmaals de vraag, wie moet er voor de doelpunten zorgen? Jansen. Theo Jansen. Kunnen ze net zo hoog eindigen als vorig seizoen? Nou, ik denk het niet. Of ze wat nog een paar goede aankopen doen, maar ik denk het niet. Vitesse speelt tegen Heracles fris en wint dus met 3-1. Door doelpunten van Leerdam, Pedersen en Ibarra. Voorafgaand aan het seizoen was de vraag, Boni is weg, wie gaat er nu scoren? Nou, 3 doelpunten op het scorebord vandaag. Ja, maar ja, we hebben genoeg kwaliteit daarvoor en ook bijna op middenveld. Ja, ik denk wel dat we mooi voetbal hebben laten zien. De manier waarop wij spelen, heel hoog druk, kost veel energie, man. Het werpt wel zijn vrucht af voor ons als spelers en ik denk ook voor de supporters om gewoon een mooie, leuke middag te hebben. Hoe hoog kan dit Vitesse eindigen bij de eerste 5? Ja, nou kijk, we gaan niet onder de eerste 5 genoegen nemen.